Mijn naam is Ferdy Starrenburg. Ik werk hier als psychiater op de HIC-kliniek. Dat betekent dat zijn de gesloten afdelingen van GGZ Friesland hier in Leeuwarden. De HIC staat voor High Intensive Care Kliniek. Op de HIC-kliniek worden mensen opgenomen. Dus vaak is er een crisissituatie aan de hand, vaak gepaard gaat met gevaar. En dat komt af, daarbij speelt er een psychiatrische stoornis. Dan worden mensen hier op een gesloten afdeling opgenomen. Een gesloten afdeling betekent dat de deuren op slot zitten. Dus mensen die opgenomen zijn, kunnen niet automatisch naar buiten. Soms gebeurt het in de loop van de behandeling wel dat mensen naar buiten kunnen. Maar vaak, zeker aan het begin van de opname, kunnen ze dat nog niet. Er zijn een aantal psychiatrische stoornissen die het meest voorkomen bij een opname. Bij een acute opname zien we veel mensen met een psychose. Soms zijn mensen ernstig depressief. Daarbij speelt er eigenlijk altijd gevaar. En dat kan gevaar zijn voor de omgeving. Of gevaar dat mensen zichzelf verwaarlozen of zichzelf misschien zelfs iets aandoen. De meeste mensen die we hier opnemen kunnen we helpen met een behandeling met medicijnen. Dus dat beginnen we hier vaak. En we zorgen ervoor dat we een vervolgbehandeling hier opstarten. Als hoofdbehandelaar ben ik het aanspreekpunt voor mijn patiënten. Dus bij opname voer ik een onderzoek bij de patiënt uit om te kijken wat er aan de hand is. Ik probeer een diagnose te stellen en aan de hand van die diagnose starten we dan ook een behandeling op. Als de behandeling eenmaal gestart is, dan zien we regelmatig patiënten beoordelen we opnieuw en dan kijken we hoe het gaat. Dan organiseren we ook zorgafstemmingsgesprekken, dat noemen we dan een zorggesprek. En dan betrekken we ook familie. Meestal doen we dat iedere week, dan halen we de familie erbij. Als iemand al onder behandeling was, halen we ook de andere behandelaren van buiten de afdeling erbij. En dan kijken we samen met de patiënt wat de stand van zaken is. Hoe ver zijn we? Hoe ver is iemand in het herstel? En kunnen we bijvoorbeeld weer starten met het zelfstandig naar buiten gaan en later terug naar huis keren? En dat bouwen we zo steeds verder uit totdat iemand weer volledig thuis is. Ik heb jullie net iets verteld over mijn dagelijkse werk op de HIC-kliniek. In mijn dagelijkse werk loop ik erg aan tegen hoge regeldruk die we deels onszelf hebben opgelegd vanuit onze beroepsgroep, maar ook deels politiek wordt opgelegd. Waar lopen jullie in je dagelijks werk tegenaan?